Op 4 november 1953 kreeg Fritz Zernike te horen dat hij de Nobelprijs voor natuurkunde had gewonnen. 60 jaar na dato staat de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen even stil bij deze mijlpaal. Zernikes tractatie van die tijd werd uitgedeeld en er werd een lezing gegeven. Ik heb iets geprobeerd te vertellen over de persoon Zernike. Een hele bescheiden, misschien zelfs wat schuwe man. En daar heb ik wat van proberen te vertellen en wat plaatjes van te laten zien. Fritz Zernike kreeg de Nobelprijs Natuurkunde voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscoop. Ja, dat was een hele grote ontdekking. Net zoals zo net mijn collega Hans Jordens zei, van het allerbelangrijkste was dat je daarmee biologische objecten die je vroeger moest kleuren, om te kunnen zien van hoe zit dat spul nou in elkaar. En dan waren ze dood. En dan kon je niet meer zien wat er verder in die cel gebeurde. En nou, met de ontdekking van Zernike kon je gewoon kijken. Je hebt je microscoop, je zet die cel eronder of cellen. En dan zie je gewoon zo in vivo wat er gebeurt. De faculteit trakteert de medewerkers en studenten op chocolade. Fritz Zernike deed dit 60 jaar geleden ook om zijn Nobelprijs te vieren. Het was verboden, ik geloof dat de dag van vandaag, was het absoluut verboden om alcohol te schenken in rijksgebouwen. En dat moest natuurlijk groots gevierd worden dat Zernike de Nobelprijs had gewonnen. En wat hij toen deed, hij slim als hij was, hij zei van weet je wat, dan geef ik iedereen een rumboon. Dus niet het chocolaatje, maar die geeft iedereen een rumboon. En dan krijgt iedereen toch nog iets van alcohol en zo heb ik dat verbod omgaan. En hoe lang sta je hier al met je chocola? Sinds 8:00 's ochtends staan we hier. Want natuurlijk alle mensen die werken hier beginnen om 8:30. Dus dan lekker chocola uitdelen. De uitvinding van Zernike betekende een doorbraak voor de medische en biologische wetenschappen.